Wil je de caravan of camper aansluiten aan het stroom via de buitenaansluiting? Dan is het natuurlijk wel handig dat je de juiste stekker bij je hebt. In deze video ga ik je laten zien welke stekker hiervoor geschikt is. Wil je nog meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Hallo, ik ben Bram en welkom bij Obelink. De meeste caravans hebben de buitenaansluiting voor het stroom aan deze kant van de caravan. Dit omdat je dan dichter bij de campingpaal bent en je minder lange verlengkabel nodig hebt. Deze caravan heeft echter de stroomaansluiting in de voortent. Bij deze caravan zit de aansluiting achter dit klepje. Zoals je kunt zien is dit het mannetje stekker. Hierin past de CEE Contra stekker. Deze stekker is voorzien van het klepje. Ook kunnen we in deze buitenaansluiting een haakse stekker plaatsen. Het voordeel van de haakse stekker is dat deze is voorzien van een extra 230 volt uitgang, waardoor je extra stroom kunt creëren in je voortent. Zit de buitenaansluiting nu aan de achterkant van de caravan, kun je hierin je eigen verlengkabel stoppen om toch zo stroom in je voortent te krijgen. Obelink heeft in het assortiment verlengkabels tot wel 40 meter. Wil je weten welke lengte verlengkabel jij nodig hebt? Klik dan op deze video. Heb je nog meer vragen over welke stekker er geschikt is voor jouw caravan of camper? Of heb je een andere vraag voor mij of voor een van de andere specialisten? Laat hem dan hieronder achter in de reacties en wie weet behandelen we in de volgende video wel jouw vraag. Je kunt natuurlijk ook altijd een bezoekje brengen in onze winkel of kijk eens op onze website obelink.nl. Wil je nog meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal.